Het ministerie van Financiën betreurt de niet-constructieve houding van de commissie van obligatiehouders van de Oppenheimer-obligaties. De commissie heeft een traject ingezet om de pauze in betalingen die door Suriname was gevraagd op te heffen. Hun standpunt staat in schril contrast met de inspanningen die de regering de afgelopen maanden heeft geleverd om aan de eisen van de commissie te voldoen. De regering heeft de commissie in hoge mate betrokken bij het herstructureringsproces. De regering heeft zoals gevraagd door de obligatiehouders steun gezocht bij het IMF voor het hervormingsprogramma. Het herstel van prudente overheidsfinanciën zal pijnlijke aanpassingen vergen van alle commerciële schuldeisers. Dit is echter de enige manier om de Republiek Suriname weer op de rails te krijgen. De regering zal zich inzetten om de obligatiehouders voor hun verliezen te compenseren met de inkomsten uit de exploitatie van de recente oliefondsen.